Hallo allemaal en speciaal hallo alle mama's. Cadeau-mama's, stiefmama's, extra mama's, hoe je het maar wil zeggen. Dit verhaal is speciaal voor alle mama's. En ik ga dit voorlezen omdat de kinderen dit graag tegen jullie willen zeggen, denk ik. Maar ja, corona zorgt ervoor dat we eigenlijk niet meer iets kunnen maken of iets kunnen doen. En dus hebben we bedacht dat ik een verhaal ga voorlezen, speciaal voor mama's. En dit verhaal heet: Raad eens hoeveel ik van jou hou. Kijk maar eens. Luister maar eens goed, want ik weet zeker dat dit is wat de kindjes tegen jullie willen zeggen. Luister maar met me mee. Hazeltje, je moet gaan slapen. Hop, spring maar op mijn rug, dan breng ik jou naar bed. Hou je goed vast, hè, want daar gaan we. En foeps, Hazeltje sprong op de rug. Grote haas, kom eens hier met je oren. Ik moet jou iets heel belangrijks vertellen. Raad eens hoeveel ik van jou hou. Oei, ja, dat is moeilijk, zegt grote haas. Dat kan ik niet raden, hoor. Hoeveel dan wel? Vraagt grote haas aan Hazeltje. Zoveel! En Hazeltje rekt zijn armen uit zo ver als hij maar kan. En grote haas rekt ook zijn armen uit. En zoveel hou ik van jou. Dat is wel een heleboel, denkt Hazeltje. Kijk maar eens. Want dit is natuurlijk meer dan dit. Hazeltje die denkt na. Nee, ik hou van jou tot zo hoog, zo hoog boven mijn hoofd. En Hazeltje strekt zijn armen uit tot boven zijn hoofd. Zoveel houdt Hazeltje van de grote haas. En ik, zegt de grote haas, hou zo hoog van jou tot boven mijn hoofd. Goesie, denkt Hazeltje. Ja, dat is wel heel hoog. Had ik maar zulke lange armen. Maar dit kan grote haas vast niet nadoen. En 1, 2, hup, op mijn handen. Kijk maar eens, daar staat Hazeltje op zijn kop tegen de boom. Joehoe, kijk eens hoe hoog ik kom. Ik hou van jou helemaal tot boven aan mijn tenen, zegt Hazeltje. Dat is wel een hele hoop. En haas pakt Hazeltje op en draait hem in het rond. En ik hou van jou helemaal tot boven jouw tenen. En grote haas zwaait Hazeltje nog een keer hoog boven zijn hoofd. En nu zijn zijn voetjes veel hoger dan daar. Zien jullie dat? Veel meer. Haha, lacht Hazeltje. Ik hou van jou zo hoog als ik kan springen. En hop, 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 daar gaat kleine Hazel. En springt in het rond. Maar ja, daar komt grote haas. En ik hou van jou zo hoog als ik kan springen. Let jij maar eens op. En grote haas neemt een aanloopje en met een hele hoge sprong, zo hoog, gaat hij omhoog, dat de oren de takken aanraken. Dat is enorm hoog, denkt Hazeltje. En dus enorm veel. Tja, jongen, kon ik maar zo hoog springen. Hazeltje denkt na. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Zo ver als het pad daar beneden. Tot aan de rivier. Kijk eens, daar gaat het pad helemaal naar beneden. Tot aan de rivier. En haas zegt: ik hou van jou tot over de rivier. Nee, wacht eens. Nog veel, veel verder. Helemaal tot achter die heuvels. Dat is wel een hele hoop. Helemaal tot achter die heuvels? Kun je iets verders verzinnen? Maar dan heeft Hazeltje zo'n slaap dat hij eigenlijk niet meer kan nadenken. Het is al nacht en hoog aan de hemel staat de maan. Maar wacht eens. Wat kan er verder weg zijn dan de wolk en de maan? Denkt Hazeltje. En dan denkt hij: hé haas, ik hou van jou helemaal tot aan de maan, zegt Hazeltje. Kijk maar eens, en dat is ver.
En dan doet Hazeltje zijn oogjes dicht. Wow. Dat is ver, zegt Grote Haas. Dat is heel erg ver, Grote Haas, lacht Hazeltje. En daar ligt hij, lekker in zijn bedje van de varens. Dan geeft Grote Haas hem een nachtzoen en zegt, slaap lekker. En terwijl Grote Haas dicht naast Hazeltje gaat liggen, fluistert hij. En ik hou van jou helemaal tot aan de maan en weer terug. Zoveel hou ik van jou. En zoveel houden jullie kinderen van jullie. En dat weet ik heel zeker. Iets heel belangrijks. We gaan het boek uitblazen, de mama's. Nou moeten de mama's heel hard blazen. Blaas maar mee. 1, 2, 3. Goed zo. Goed gedaan. Wij wensen jullie allemaal een super fijne moederdag. En kijk vooral ook eventjes naar wat er nog meer in de mail staat. En mocht het zo zijn dat een van de kinderen misschien een knutselwerkje heeft gemaakt, wat vorige week, nee, een paar weken terug, als opdracht stond dat je moest verstoppen in het huis, dan is het nu tijd om dat te gaan pakken en te gaan geven aan je mama. Iets met die bloemen, weet je het nog? En heb je dat niet gemaakt? Geen probleem. Kijk dan echt goed in de mail, want daar staat ook iets voor jullie. Speciaal voor Moederdag. En voor nu een hele lekkere dikke kus. Van al jullie kinderen, voor jullie allemaal. En wij zijn ook heel trots op moeders zoals jullie. En ik hoop dat jullie genieten. Doei doei!